Hi en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. En vorige week had ik het al benoemd. Vandaag heb ik iets speciaals op het programma. Het is zondagochtend. Het is nu 8:15 ongeveer. En ik ben al bij de baardje aangekomen. En wij gaan Bluff zo inladen. Wij gaan namelijk richting Ede. En wij hebben hier een cross training. Een paar weken geleden hebben jullie een video kunnen zien dat ik selecties had voor TechLink Eventing Team. En bij die eerste selectieronde was ik door. En ook bij de tweede, derde en vierde selectieronde ben ik door. En ik heb twee weken geleden het goede nieuws gekregen dat ik bij het TechLink Eventing Team zit. En daardoor word ik dus nu gesponsord. En gaan we heel veel leuke dingen doen. En ik heb daar dus vandaag een training van. Deze training hebben wij van Nick Ros. Hij is ook teamcaptain van het TechLink Eventing Team. En daarvoor reizen wij dus vandaag af naar Ede. Om daar een lesje te volgen. Dat doen we samen met twee andere teamleden. Die hebben vandaag ook les. En we zijn dus vandaag met z'n drietjes. Dus dat is wel heel leuk. Vorige week ben ik ook al in Amsterdam geweest om de eerste bijeenkomst bij te wonen. En daar hadden we dan een soort kliniek van dressuur. En we hadden ook een informatieavond over internationaal starten. Dat was super interessant. Het was echt heel leuk om die dingen wat meer te horen. Ook omdat ik natuurlijk de helft van dit seizoen eigenlijk wel heel graag internationaal wil gaan starten. En zij gaan mij daar geheel bij helpen. Dus dat is top. Nou, ik zou Bluffje zo even brokken geven. Die mag hier lekker opeten in de trailer. En dan de zadels even inpakken. En mijn vader die doet nu de fiets op de auto. Want ik weet niet zo goed hoe Ede en dat crossterrein eruit zien. Maar als we grote einden moeten lopen, zo, dan kan hij gewoon lekker fietsen. Dus dat is wel heel makkelijk. Dus ik ga nu even alles inpakken. En dan zie ik jullie zo weer. Nou, Bluff staat lekker in de trailer en die heeft daar zijn brokjes gekregen. Dus die kan lekker eten onderweg. En ik heb hier ook alles ingepakt. Mijn zadel, hoofdstel met borsttuig, poetspullen, crossbeschermers en een spons om eventueel af te sponsen. En daar achterin staat nog eventueel water. Dus net even hoeveel hij zweet. Maar dan heb ik in ieder geval wat water bij me. En nog wat zweetdekens en mijn poepschep en mijn krukje. Dus we kunnen vertrekken. Zo, nou wij zijn aangekomen. Dus we gaan nu de proppen indraaien en Bluff opzadelen. Want dan heb ik zo les. We hebben al even gekeken en zo. Het ziet super mooi uit, super mooi terrein. Dus ik heb zin om lekker te gaan rijden. Hey!
mij geweest. Het is best wel een beetje laat. Dus ja, we gaan nu heel snel naar huis. Ik moet vanavond gewoon weer werken. Ik ben wel een beetje moe. Het was een pittige training, maar wel heel leuk. Veel gewerkt aan mijn eigen zit. Dus ik moet mijn beugels vast gaan binden aan mijn zadel, zodat ik goed leer mijn voet daar te houden. En ja, daar ga ik gewoon komende weken gewoon even goed mee oefenen. En hoop dat dan het in ieder geval beter gaat worden. Maar ik heb heel fijn gereden. Het ging heel goed. Heel tevreden. Het was heel leuk. Leuke sprongen gemaakt. Hoge sprongen ook wel. Best wel een uitdaging soms. Maar ja, leuk. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei doei!